extra naar Mangs. Na bijkans 4 weken in COVID-crisis, waarvan 2 weken in partiële lockdown, hebben wij vanochtend 9 uur alarm geslagen bij de president. De situatie bij de grenzen baart ons ernstig zorgen. De reportages blijven ons bereiken dat dagelijks de grens wordt overgestoken. De grensposten waar het bevoegd gezag is gestationeerd worden omzeild. Alhoewel de aanwezigheid van het leger en de politie is verhoogd en aanhoudingen worden verricht, zijn de verplaatsingen toch van die aard dat wij de potentiële dreiging op ons af zien komen. De regering is in vroeg stadium begonnen om de COVID-19-dreiging te bestrijden. Op dit moment is de situatie redelijk stabiel. Een situatie die wij graag zo houden. Deze komt echter in gevaar met de ongecontroleerde verplaatsingen, de ongebreidelde illegale overstekingen bij onze grenzen. Elke keer dat u oversteekt zonder toestemming van het bevoegd gezag, vormt u een mogelijk gevaar voor uzelf en uw medemens. U vormt een gevaar voor de openbare gezondheid. We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke besmetting, waarbij u in 14 dagen tijd meer dan 400 personen kunt besmetten. Onbedekbaar in Winnie Astree. Onpotrustba in een samenleving. Maar if een last astree voor Mekki Taki, we abra de grenzen. Lekki, uno sabi sa we do, dat we kon in biggie probleem. We gaan als Nationaal COVID Management Team het niet toestaan dat door dit onverantwoord handelen de nationale veiligheid in gevaar komt. Wij accepteren geen handelingen die de gezondheidsveiligheid van elke burger in dit land in gevaar brengt. Veiligheid van u, veiligheid van mij, veiligheid van uw familie in gevaar zal brengen. Het gaat aan ons allen te weten zijn, aan mij en aan u. Wanneer we van 10 COVID-19 positieven binnen zeer korte tijd klimmen naar meer dan 1000 besmette gevallen. We kunnen onszelf niet in een avontuur storten en afwachten wat op ons af zal komen. Dit kunnen we, willen we en zullen we niet toestaan. De strategie voorkomen is beter dan genezen. Dringdresiwaktisiki gaat in verhoogd tempo worden voortgezet. We laten niets aan het toeval over. Het is urgent, het is dringend. Alas ranamang. Alas mamusabi. Tak if you siki na apura, dami siki in Paramaribo. If you siki in Stoelmans Eiland, dami siki in Nikeri. Alasma o siki, alasma o lassi. Dus no na ting voor make a keuze. Na samen winnen of samen verliezen. Nogmaals, het is urgent, het is dringend. De veiligheidsdiensten hebben samen met de virologen alarm geslagen over Cervera heeft het gevaar geschetst. Ondanks de sluiting van onze grenzen hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch over te steken. De realiteit is dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijke duizenden besmette gevallen. We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals 14 dagen verlengd. Het hele weekend zullen wij spoedoverleg voeren met de virologen en de ordendiensten en zien welke noodinterventies er nodig zijn qua gezondheidszorg en veiligheid voor ons land. Ik herhaal het weer. Blijft u alsjeblieft thuis. Tanai oso. Respecti den trawang. Respecti
Yusrevi, respecti, gralanti, sa actie uno, fu tan farawe, fu trawang. No abraliba, Suriname. We zijn in een heel serieuze situatie terechtgekomen. Ons binnenland is in acuut gevaar. Luistert u alsjeblieft, als dit niet werkt, zullen wij anders in het belang van allen de noodtoestand moeten afkondigen in de grensgebieden. We herhalen het wel eens. Een heel weekend we discussiëren over een probleem voor Namco en de grensgebieden. Hoe zat dat? Ayapok, dat is maar besmet. Hoe zat dat? Maripa Sola besmet. Hoe zat dat? Zowel Frans-Guyana als Guyana besmet. Dat want dat is maar een ziekje dappe. If you abra et ta abra aliba, mino ab kuis. Dat je toegebieden dat hij moet kondigen een noodtoestand af. Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan. Wanneer onze broeders en zusters in het binnenland geconfronteerd worden met de uitbraak van het virus, zijn wij te laat. Al werken al onze ziekenhuizen en zorgposten samen. Een uitbraak in ons binnenland zal binnen no time tot duizenden besmettingen leiden, ook in de stad. Surinamers, meer dan ooit, laten we goed beseffen waarmee we bezig zijn. Het is Goede Vrijdag vandaag, een dag van bezinning. Laten we het werk voortzetten waarbij wij onszelf en onze omgeving veilig houden. Waarbij wij bijdragen aan het stoppen van het virus. Laten we samen bidden. Ik nodig een ieder uit om mee te doen vanuit zijn eigen geloofsovertuiging. Als u dat wil doen in uw kerk, als u dat wil doen in uw mandir, als u dat wil doen in uw moskee, als u dat in uw kamer wil doen, uiteraard tijdens de gebedsdiensten, zullen wij de nodige regels, welke het COVID-team heeft doorgegeven, onverbiddelijk opvolgen. Maar wilt u thuis bidden? Wij vragen u. Wilt u in uw kamer bidden? Wij vragen u. Richt gebed. Wilt u in uw cel waar u zit en waar we hopen dat u snel uit kan bidden? Wilt u in uw quarantainekamer zitten? Bidden. Laten we bidden voor onze doktoren. Laten we bidden voor onze verzorgers en hulpdiensten. Laten we bidden voor onze broeders en zusters in uniform die ons beschermen. Laten we bidden voor wijsheid voor het COVID-management-team. Laten we bidden voor een gezond en harmonieus Suriname. Voor een Suriname waarbij wij genezing zien. Voor een Suriname dat zichzelf herwonnen heeft. Dankzij de vele zegeningen van dit land. En laten we bovenal rotsvast vertrouwen op deze gezamenlijke krachtsinspanningen. Sranang Gado Nawifesimang. Een gezegend Pasen. Sosolobi.